Noël, zojuist de vierde ronde onderuit gaan tegen de Duitse triple. Wat gebeurde er? Ja, ik maak een zoetemier en daarbij haakt hij precies op het goede moment haakt hij in bij mijn been. En er wordt ippon gegeven. En daarmee is de pot gelijk verloren. Ja, want hoe stond je aan de start van de wedstrijd? Heel goed. Ik heb drie harde potten gemaakt hiervoor. En dat ging heel lekker. Ik voelde me goed. Deze pot ook. Ik zat er goed in. Ik had de jongen goed onder controle. En ik dacht, nou, dit gaat wel mijn kant opvallen, hoe dan ook. Maar dan heeft hij één keer zijn pakking waarbij ik denk van, nou, hier moet ik uit. En dan loopt het mis. Ja, je geeft net al aan, drie sterke potten. Ook drie vermoeiende potten. Ervaar je dat ook in zo'n vierde partij? Nee, eerlijk gezegd niet. Want het is gewoon een nieuwe partij. Ik heb tijd rust gehad. Ik heb de pot ervoor heb ik gelukkig snel kunnen winnen. Waardoor ik wel, ja, ik voelde me goed. Ik was sterk. Ik heb echt in tijden heb ik niet zo in zo'n topvorm ben geweest. Dus dat is heel zonde eigenlijk. Ja, ja, want we spraken elkaar na de EK. Toen greep je naast brons. Toen had je ook heel veel lekkere potten. Heb je dat gevoel nu meegenomen naar dit WK? Dat heb ik zeker meegenomen. Van, als ik het daar kan ik het hier ook. En ik was nog fitter, nog beter. We hebben echt goede trainingskampen gedraaid. Ik denk dat ik niet in een betere vorm op een WK kan staan. Dat maakt het heel zuur.